Ram, welkom bij jullie liefdesreading voor de maand oktober. Dit is een algemene reading voor iedereen die Ram in zijn zon, maan of ascendant heeft. Het kan niet voor iedere Ram resoneren, dus neem gewoon mee wat past bij je situatie, wat resoneert en laat de rest los. We gaan beginnen met een aantal orakelkaarten en daarna zal ik een korte tarotlegging doen. Ram, we beginnen met het Romance Angel Deck en Universum. Ik wil graag een heldere, duidelijke boodschap voor Ram als het gaat om liefde in de maand oktober. Wat mogen wij voor boodschappen ontvangen voor Ram in liefde? Ram in liefde in de maand oktober. Welke boodschappen mogen wij doorkrijgen voor Ram in oktober? Dank u wel. We hebben Ram als eerste kaart, het healen van familie-issues. Je liefdesleven heeft daar voordeel bij als je je ouders vergeeft. Dus voor sommige van jullie Rammen kan er inderdaad een bepaalde issue met familieleden zijn, met je ouders wellicht. En is het nodig om inderdaad dit eerst op te lossen, waardoor je liefdesleven hier ook voordeel bij heeft. En dit kan ja op verschillende manieren resoneren. Je kunt bepaalde patronen mee hebben gekregen vanuit je ouders of een bepaald voorbeeld van je ouders, waardoor ja, dit nu nog een stempel drukt op de huidige manier hoe jij omgaat met liefdesrelaties. Kan ook letterlijk te maken hebben met een partner die je hebt. En er zijn issues in de familie. Dus kijk hoe het resoneert. We hebben als tweede kaart vergeven en leren. Als je inderdaad het verleden loslaat en ervan hield, zul je meer liefde in het huidige moment ervaren, Ram. Dus probeer die blokkades die er zijn, die te maken hebben met situaties uit het verleden, probeer ja, jezelf te vergeven, een ander te vergeven. En doe dit inderdaad voor jezelf, zodat ja, bepaalde blokkades opgeheven kunnen worden en je weer open kunt staan voor liefde. Wat mogen we nog meer ontvangen voor Ram? Voor de maand oktober in liefde, voor Ram. Nog één kaart alsjeblieft voor de Ram in oktober in liefde. Ram in liefde. Kinderen. Je liefdesleven wordt op dit moment beïnvloed door kinderen. Dus kinderen kunnen een rol spelen, een belangrijke rol spelen in je liefdesleven. Of mocht je geen relatie hebben, dan kan inderdaad het feit dat je zelf kinderen hebt of de verantwoordelijkheid hebt voor kinderen, voor de zorg van kinderen, kan ook een grote rol spelen als het gaat om het aangaan van een nieuwe relatie. Universum. Welke boodschappen mogen wij nog meer ontvangen voor Ram als het gaat om liefde? In oktober 2022. Liefde. Wat mogen wij ontvangen voor Ram in liefde? Dank u wel. We hebben als eerste de Chaser. Een Chaser in a codependent relationship. Ja, dus iemand die de ander volgt eigenlijk. In een relatie waarbij sprake is van een bepaalde mate van afhankelijkheid. Bang zijn om verlaten te worden, verlatingsangst. Dan hebben we hier een cassette. Outdated thinking, dus inderdaad op een manier denken, op een ouderwetse manier denken. Conditioning, dus een bepaalde situatie die je gewend bent en daarin blijven zitten. Dit kan ook het overdenken, steeds maar weer overdenken van een bepaalde situatie zijn. En met de chaser-energie, inderdaad, dit kan inderdaad een patroon zijn wat je hebt gezien van je ouders bijvoorbeeld. Of je bent in het verleden in je kindertijd verlaten door een van je ouders.
waardoor je inderdaad een soort van verlatingsangst hebt. Dan hebben we de Hands of Cards. Een kans, een risico nemen, strategisch zijn, opties, niet je ware ik laten zien. En dit kan ook te maken hebben met gokken. Kijk hoe het resoneert. En als laatste kaart hebben we de Phoenix. Een nieuwe fase. Ja, renewal. Dus een iets wat vernieuwd wordt. Een transformatie, groei en een veranderende mindset. Vooruitgang in een situatie. Dus het kan zijn dat je inderdaad aan het veranderen bent. En dit kan te maken hebben met patronen. Met die verlatingsangst wat we hier hebben liggen. Met op een bepaalde manier denken. Een achterhaalde manier wellicht. Met de cassette. Het kan zijn dat je inderdaad een andere mindset gaat krijgen in de maand oktober. Ook als het gaat om liefdesrelaties. Je hebt misschien altijd een bepaald idee gehad van zo hoort een goede liefdesrelatie te zijn. En je gaat daar nu anders over denken wellicht. Universum, welke boodschap mogen wij doorkrijgen voor Ram in de maand oktober in liefde? Voor Ram. En heb je inderdaad in het verleden gehandeld naar die patronen wat we hier hebben liggen, dan is het inderdaad zaak om jezelf te vergeven. Want je kunt er per slot van rekening niets aan doen als je dit zo aangeleerd hebt gekregen of dit als voorbeeld hebt gehad. Dus vergeef jezelf. En leer inderdaad van de situatie. En kijk weer naar de toekomst positief. We hebben als eerste kaart voor jullie Ram, de koning van Kelken. Iemand die heel warm is. Een eervol persoonlijkheid. Iemand die behulpzaam is. Iemand die zijn emoties heel goed onder controle heeft. Dus het kan ook iemand zijn die in eerste instantie een pokerface heeft. Maar ja, onder een oppervlak ligt, ja, zit heel veel emotie. Met die koning van Kelken. Dit is waterenergie, schorpioen, kreeft, vissen. Dus het kan zijn dat je te maken hebt met een schorpioen, kreeft, vissen. Of iemand heeft sterk deze karaktereigenschappen. Maar het kan ook zijn dat je zelf heel veel waterenergie in je sterrenbeeld hebt. Ja, de boodschap van deze kaart is, ja, het is veilig om vertrouwen te hebben. En je hebt de mogelijkheden om veel dingen tegelijkertijd te bereiken. En het is belangrijk om inderdaad je creatieve passie, je hart, je gevoel te volgen. Dan hebben we kaart nummer 16, een grote arcana. De toren is dit. Dus een plotselinge verandering gaat er plaatsvinden als het, ja, neerkomt op je liefdesleven. Dit kan ook een plotselinge verandering in jezelf zijn. De toren valt neer. En dit is een ingrijpen van het universum, zodat er weer wat beters opgebouwd kan worden. Dit kan een plotseling iets wat aan het licht komt zijn. Dit kan een plotseling inzicht in jezelf zijn, inderdaad. Iets wat ervoor zorgt dat je een bepaalde mate van vrijheid ervaart. En dit is ook jezelf bevrijden van die oude denkpatronen wat we hier hebben liggen. En het omarmen, inderdaad, van verandering en de mogelijkheden die veranderingen brengen. We hebben de schildknaap van zwaarden en we hebben hier de aas van zwaarden. Ja, de aas van zwaarden is een plotseling inzicht, een nieuw idee en laat inderdaad dingen die op je pad komen, problemen, obstakels, je niet hinderen om vooruit te gaan. Belangrijk is inderdaad heldere, duidelijke communicatie als het gaat om problemen met anderen. En dit kan te maken hebben met familieleden. Kan ook te maken hebben met een jonger iemand in je familie, met de schildknaap van zwaarden, tweelingweegschaal waterman. Maar ik heb het gevoel, dit kan een boodschapper zijn. Iemand die heel analytisch is. En de boodschap is inderdaad, je hebt wat nodig is om succesvol te zijn. Het is belangrijk om op de details te letten. En er komt een nieuwe uitdaging op je pad.
En ik heb het gevoel dat die uitdaging inderdaad ermee te maken heeft met wellicht een nieuwe liefde. Je kunt ook het gevoel hebben dat je als kind zijnde van je ouders een bepaalde, uit een bepaald soort van respect, dat je niet tegen je ouders ingaat. Bijvoorbeeld, want we hebben hier die kinderenkaart liggen met healing family issues. Dat je bepaalde ideeën hebt inderdaad van hoe je als kind je zou moeten gedragen ten aanzien van je ouders. En je kunt ook een veranderende mindset krijgen op dat gebied inderdaad. We hebben hier die kinderen die ook een rol spelen. Voor sommigen van jullie kan het zijn dat je zelf natuurlijk kinderen hebt. Waar ligt hier de toren voor Ram? En dat is schorpioenenergie. Maar dit is ook ram-energie, die toren. De toren heeft te maken inderdaad met de kelken 5. Alles gebeurt met een reden. Dus laat spijtgevoelens los en omarm de mogelijkheden voor geluk die er voor je zijn. Ja, dit is eigenlijk een hele duidelijke boodschap. Kelken 5 is iemand die gefocust is inderdaad op het verleden. Blijft hangen in de gevoelens van spijt. Misschien verkeerde keuzes die gemaakt zijn. Focussen op wat er fout gaat in plaats van wat er goed gaat. En ik heb het gevoel, Ram, voor jullie komt er een grote transformatie in jezelf. Waardoor inderdaad er weer liefde binnen kan komen. Waarom ligt hier die koning van kelken voor Ram? Koning van kelken. Koningin van Staven, Ram, Leeuw, Boogschutter, energie. Nog een kaart voor de koning van Kelken. Het kan zijn dat er een vuurteken op je pad komt of een waterteken. Schorpioen, kreeft, vissen. Sterk schorpioen. Kelken 3. Wauw, het kan zijn dat jij iemand uit gaat nodigen, Ram. Op het moment dat je inderdaad een ingeving krijgt, een bepaald inzicht in je situatie, zelf gaat transformeren, weer open staat voor liefde. Het kan zijn dat je een vuurteken op het oog hebt of een waterteken. En dat jullie samen gaan komen. Dus ik zie wel een date in de maand oktober met de kelken 3. Dit is een hele harmonieuze, vreugdevolle energie. Het kan zijn dat je samen iets aan het vieren bent met je vrienden of met je familie en daar iemand tegen gaat komen. Dit spreekt van vreugdevolle aankondigingen die te maken kunnen hebben met relaties of met kinderen. Dus er kan ook een aankondiging komen, bijvoorbeeld over een zwangerschap. Kelken 3, waar heeft dat mee te maken voor de Ram in de maand oktober? Kelken 3. Maar hoe dan ook, er is sprake van liefde met die koning van kelken. En een sterke aantrekkingskracht. Die koningin van staven is iemand die heel gepassioneerd is, heel charmant is. Iemand die onafhankelijk is, briljant. Iemand die achter datgene aangaat wat ze wil. Kelken 3. Voor Ram. Waarom ligt hier de kelken 3? Kelken 3. Pentakels 2. Kelken 3 voor Ram. Pentakels 2, een kaart van balans. Er is balans nodig in een bepaalde situatie. Het kan zijn dat je, heel veel dingen tegelijk aan het doen bent op het gebied van je werk bijvoorbeeld. En ik heb het gevoel dat jullie in de maand oktober weer meer gaan genieten. En ook meer balans gaan krijgen. Een bepaalde bericht, een bepaalde aankondiging of een ontmoeting die je zult hebben zal ook leiden tot meer balans. En je zult meer tijd besteden inderdaad aan weer de leuke dingen in het leven, heb ik het gevoel. En we hebben hier een koningin van zwaarden. En dit kan iemand zijn die inderdaad gefocust is op zijn carrière. En niet zozeer open staat voor de liefde. Maar zoals ik zei, er komt dus een grote verandering. Kijk, en onder op het dek
De aas van staven, een passievol nieuw begin. Iets waar je hart sneller van gaat kloppen. Een mogelijkheid, een deur gaat er open, een inspiratie die je krijgt. Aas van zwaarden, waarom ligt hier de aas van zwaarden? Voor ram. De aas van zwaarden voor ram. Staven 9. Aas van zwaarden. Aas van zwaarden. Dit is de gewonde strijder. Iemand die niet opgeeft met zijn staven 9. Aas van zwaarden. En de kelken 2. Een hele sterke band tussen twee mensen met de kelken 2. Een wederzijds gevoel van liefde. En dit is ook een kaart van met een boodschap. Geef niet op degene van wie je houdt. En met die staven 9 heb ik inderdaad het gevoel dat je... Sowieso je familie heel belangrijk is in deze situatie. Je gezin wellicht. Maar je krijgt een bepaalde ingeving, een bepaald idee over een liefdesrelatie of een sterke band die je met iemand voelt met die kelken 2. En je blijft inderdaad vastbesloten om vooruit te gaan. Kijk, dit ligt eronder op het dek. De keizerin, stier, weegschaal, energie. En dit is een kaart van groei. Dit is ook een kaart van de geboorte van een nieuw zakelijk plan of de geboorte van een nieuwe liefdesrelatie. Dit is goed voor jezelf zorgen, goed voor anderen zorgen. Iemand met een groot hart, een moederlijke energie. En dit kan ook iemand zijn, deze kaart kan ook staan voor zwangerschap wederom. Dus er kan inderdaad voor jullie ram nieuws binnenkomen over een zwangerschap. Mochten jullie inderdaad nog in die leeftijdscategorie zitten. Dus laat het me weten als dat resoneert. En het kan zijn dat je familie daar bijvoorbeeld tegen is. Maar dat je inderdaad blijft volhouden. In een situatie en ermee doorgaat en dat je een bepaalde ingeving krijgt. Waarom ligt hier die schildknaap van zwaarden? Je hebt misschien het gevoel dat je je ouders teleurstelt. Waarom ligt hier de schildknaap van zwaarden? Ja, de koningin van pentakels. Oeh, ja, dit kan een moederfiguur zijn. Dus een moeder kan voor een gedeelte van jullie ram een belangrijke rol spelen als het gaat om je liefdesrelatie en eventueel kinderen of zwangerschap die daarbij komt kijken. En daar kan communicatie over komen. Schildknaap van zwaarden. Zwaarden 2, geen keuze kunnen maken, in je hoofd zetten, een situatie niet willen zien voor wat het is, het overanalyseren van een probleem, maar dit kan ook te maken hebben met een compromis vinden. Dus ik heb het gevoel dat je met een moederfiguur niet op één lijn zit, Ram. Met een moederlijke energie je zit niet op één lijn en het is belangrijk inderdaad in de maand oktober om een bepaald compromis te sluiten tussen jullie beiden. Maar daar komt inderdaad een nieuw begin. Er komt inderdaad een ingeving of duidelijkheid in de situatie. En je geeft niet op met die staven 9. Er is een hele sterke band en dit kan ook de band zijn met je moeder. Dus ja, kijk hoe het resoneert. We hebben hier als sterkste energieën op de tafel liggen de schorpioen met de grote arcana. En dat is de enige... en de keizerin. Dus schorpioen, stier, weegschaal energie. Zijn de
energieën die het sterkst naar voren komen. En verder hebben we eigenlijk alle energieën op de tafel liggen. Dus kijk hoe het resoneert, Ram. En resoneer dat, geef me dan een like. Abonneer je op mijn kanaal, mocht je dat nog niet gedaan hebben. En het leuk vinden natuurlijk. En ik wens jullie een hele mooie maand oktober toe. Tot de volgende keer. Dag!